Het bolzwarte CDA Tweede Kamerlid Sander de Rauwe kwam eigenlijk tot zijn eigen verrassing in het parlement. De eerste weken na zijn installatie voelde alsof hij in een 3D-tv zat. Hij was erbij, zat ertussen, maar had soms het gevoel dat het allemaal niet echt was. Ton Visser ging een dagje mee naar Den Haag om zijn stadgenoot te volgen en te interviewen. Een lange werkdag. En op deze dag was dat onder andere de fractievergadering, bezoek ontvangen die kwamen lobbyen over de A73, aanwezig zijn bij de stemmingsronde en voorbereiden op het debat over In Holland en later op de dag ook het debat zelf van bijna 2,5 uur. Ik kreeg op een gegeven moment een telefoontje van de provinciaal voorzitter van het CDA. En die zei, ja Sander, we willen eigenlijk jou op de lijst hebben voor het CDA. En toen zei ik, dat vind ik heel aardig, maar dat had ik totaal niet verwacht. En ik zei ook, dat hoeft niet, want ik was net in Bolsward voor de tweede keer opnieuw gekozen met heel veel stemmen. En ik had echt zoiets van, daar wil ik zijn, daar ben ik nodig, daar ben ik gekozen. Dus toen zei ik bedankt, leuk dat je me vraagt, en toen hing ik de telefoon op. En toen ging een minuut later opnieuw de telefoon. Toen zei de voorzitter, ik kom je eigenlijk melden dat je al op de lijst staat. Maar het leek me misschien netjes om het ook even tegen je te zeggen. En toen is het zo een beetje begonnen. Aanvankelijk was ook de afspraak dat ik op nummer 70 of nummer 80 zou staan voor het CDA. Maar goed, ik moest gaan solliciteren en ik moest langs een commissie van wijzen en nog een keer naar een commissie van wijzen. En ik ging daar heel frank en vrij naartoe, want ik had zoiets, ik hoef geen Kamerlid te worden. Ik vind het heel leuk om op jonge leeftijd ervaring op te doen met solliciteren, want ik dacht, ik moet nog heel vaak solliciteren, dus waarom niet? En ik zat heel ontspannen in die gesprekken en uiteindelijk zei die commissie, maar die jongen moeten we hebben, want die kan rustig het verhaal vertellen zonder allemaal zweetvlekken onder zijn oksels. Dus toen uiteindelijk, na een paar maanden, kreeg ik de mededeling, je wordt wat ons betreft toch Kamerlid, want je gaat niet op nummer 80 zetten, maar op nummer 46. En dan word je gekozen, er zijn voldoende zetels voor het CDA en dan mag je dus toch die Kamer in. Heb je dan een idee wat je te wachten staat? Het was ontzettend raar om dat mee te maken. Ik kan me nog heel goed het moment herinneren dat ik in 2007, begin maart, hier iets verderop in het gebouw geïnstalleerd werd. Ik zat in die grote bekende kamer met die blauwe stoelen dat iedereen kent van tv. En ik stond daar in die hal, in die zijkant. En toen hoorde ik de kamervoorzitter Gerdy Verbeet zeggen, en dan gaan we nu installeren de heer De Rauwe uit Bolsward. En dat uit Bolsward, dat klonk zo dat ik dacht van, er wordt weer iemand uit Bolsward geïnstalleerd. En ik kon niet goed bevatten dat ik dat dan was. Ik had zoiets van, god, dat is bijzonder, iemand uit Bolsward. En ik realiseerde me nog niet dat ik dat zelf was. En de eerste week dat ik hier ook zat, de eerste weken, had ik heel het idee dat ik in een 3D-tv zat. Zo van, ik zit ertussen, ik loop er tussendoor, maar dit is niet iets waar je echt bent. Nu weten de mensen in ieder geval in Bolsward dat jij hier in Den Haag zit. Trekken ze je ook wel eens aan een jasje van, Sander, is dat niet even regelen, hè? dat heb ik gelukkig heel vaak. Mijn vrouw weet het ook. Als zij zegt, Sander, ga even naar de Poys of naar de Jumbo om boodschappen te doen. Dan weet ze dat daar ongeveer voor een pakje boter moet je ongeveer een uur uittrekken. Als de winkelwagen vol is op vrijdag of zaterdag, dan weet ze, dan moet ik er maar rekening mee houden dat als hij 's ochtends weggaat om 9 uur, dan komt hij zo aan het begin van de middag weer terug. We hebben wel meegemaakt dat het ijs helemaal gesmolten was en het vlees haast weggegooid kon worden. Maar dat komt heel veel voor. Bolswaarders zijn heel vrijmoedig om mij aan te spreken. Ik ben geboren getogen. Ik hou ontzettend veel van de stad en de mensen die daar wonen. En dat betekent ook dat mensen je ook vrijmoedig aanspreken. En dat vind ik echt fantastisch. Nou lopen we al een dag een beetje achter je aan hier in Den Haag. Het is soms echt een hectiek gebeuren. Ja, het is echt vreselijk hectisch. Ik heb regelmatig gaan mensen ook een dagje met mij mee. Ik heb ook verschillende bolswaarders al gehad die zeiden, wat is die politiek eigenlijk? Of ik vind maar niks. En heb ik regelmatig een enthousiaste bui gezegd, kom maar langs, loop maar een dag mee. En mensen zijn echt bek in de bek af na aflopen. En dan zit ik nog fluitend, moet ik om 8 uur 's avonds, gaat mijn werk gewoon door. Want ik werk hier tot een uur of 10, 11 s'avonds door. En mijn gasten die zijn dan helemaal afgepeigerd en moe. En die zitten om 6, 7 uur echt dood en dood op in de auto weer terug naar Bolsward. Maar het is hier heel erg hectisch. Er gebeurt hier ontzettend veel. De druk is heel erg hoog. We hebben hier 150 Kamerleden en zo'n 600 journalisten. Dus reken maar uit, 4 journalisten op 1 Kamerlid gemiddeld. Er gebeurt heel veel. En ik vind het eigenlijk prima. Ik vind het leuk. Ik kan er goed mee omgaan. Je moet snel kunnen schakelen. En uiteindelijk raak je ook al wat ervaren. Maar het is heel intensief het werk hier.
Maar ook heel bijzonder, want je mag het allemaal wel meemaken. En dat vind ik toch iets wat ik altijd tegen mezelf blijf zeggen. Het is bijzonder dat je dit werk hier mag doen. Politiek is heel mooi, maar het is wel de belangrijkste bijzaak in het leven. Zo relativeert Sander de Rauwe zijn werk als Tweede Kamerlid van het CDA. Wilt u het volledige interview van het Dagje Den Haag zien? Kijk dan op de site van verslaggever Ton Visser, www.tvbolzwart.nl.